Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Oké, ik ga niet naar Paramaribo, maar naar Coroni. Want daar zit meneer Gonçalves de Jardin del Ponte. Spreek hem goed uit, Palu. Je hebt voor Palu in de DNA gezeten tot nu toe. Hè? Bent u nog lid van de DNA. Hoe gaat het met u, meneer Gonçalves? Zo de Heer het wil, gaat het wel. Met Gods wil goed. Prima. U bent niet gekozen voor Palu dit keer, hè? Dit jaar, bij deze verkiezing? En niet gekozen omdat ik anderhalf jaar nadat ik gezeten was of beëdig was, aangegeven dat ik een tweede termijn niet aanbeheer. Dus ik had me niet gekandideerd. Oké, maar u gaat deze periode gewoon uitzitten tot 25 juni? En nog eens wat zei u? U blijft deze periode gewoon zitten? Tot 25 juni toch? Is jullie laatste zittingsdag? Ja. Aha. Ja. Alhoewel er de wacht al gewisseld is. Dus in feite is er al een andere regering, maar nog niet dat ze nog niet aanzitten. Maar de regeringsformatie is bijna compleet, als ik het zo mag zeggen. Wat waren dat voor jaren voor u in de Nationale Assemblée als Coroniaan? Nou, en het gewenste doel is niet behaald. In die zin, zaken die ik zou willen realiseren. U weet, als u eenmaal in de oppositiebanken beland bent, dan komt het alsof je niet gehoord wordt. Ja, dus het waren positieve jaren, je leert veel. En aan de hand daarvan, wat je niet hebt kunnen realiseren in het parlement, buiten parlement, dan denk ik dat ik toch een wezenlijke bijdrage wil leveren voor de gemeenschap hier in Coroni. Alhoewel ik parlementariër geweest ben voor het hele land, maar nu zal ik dan moeten focussen voor mijn district zelf. En ik had aangegeven dat in feite ga ik nu de Coroniaan overtuigen wat we eigenlijk moeten doen. Dus het hoeft niet zo te zijn dat pas wanneer u beland bent in het parlement, dat u dan een wezenlijke bijdrage moet leveren. Buiten het parlement, kijk, we hebben een enorme grote achterstand hier in Coroni. En in feite is het zo dat, ja, je moet die mensen hebben geen geloof in zichzelf. En dat moet je de mensen bijbrengen. De Coronianen hebben weinig zelfvertrouwen, zegt u. Ja. En hoe wil u dat doen dan? Hoe gaat u dat doen? Nou, kijk, we hebben een unieke kans gehad met de kokos. Die een wereldproduct is geworden. En die olie een medicinaal product. En desondanks hebben we daaraan niets gedaan. Dus ik bedoel dat ik daar een wezenlijke bijdrage kan gaan leveren. Om te zeggen, kijk, dit zijn gemiste kansen. Kansen moeten die wij zouden moeten omarmen. Maar om die toch nog te kunnen ontplooien. In die zin, om de kokoscultuur weer nieuw leven in te blazen. Kijkt u, als u in Coroni komt, dan ziet u bijna 90.000 bomen die verouderd staan. Ja? Ze zijn niet verduurzaamd. Dus dat bedoel ik, mijn perceel heb ik al in cultuur gebracht. Dus dat bedoel ik. Kijk, wanneer je gaat produceren, het is al de vierde keer dat ik nu oogst en lever. Ja, kokoswater. Dus dan is het te overtuigen. Mensen praten erover. Mensen vragen ook naar een plantmateriaal, want die heb ik ook. Maar ik heb niet voor verkoop. Maar wanneer ik opmerk dat Wam Chimanjasa in Coroni de ambitie heeft om te gaan telen, dan ondersteun ik die meneer. En op die manier zien anderen en ze zullen het wel aanpakken. Ik zit niet in Coroni hoor, ik zit in Rotterdam op dit moment terwijl ik met u praat. U bent in Totnes, waar van Coroni zit u? In het centrum zelf, kijkt u, Coroni is slechts een lintbebouwing. Uh-huh. Je zou kunnen zeggen, wallang apassie. Maar in het centrum, daar heb je zeewegen. Ja. Dus ik woon binnen het Javaans gemeenschap, de Soemberidjo. En daar heb je wat en nieuwe woningbouwprojecten. Dus ik ben op een van die projecten.
Oké. Okay. Hoe heet het daar waar de Javanen wonen? Sidodadi? Nee, toch? En Sumbarejo en Koukoslaan. Sumbarejo. Sumbarejo. Ja, ja. Mijn vraag is, ik ken Koroni een beetje. Ik ben er al geweest. Maar jaren ook niet geweest. Hè. En dan denk ik van, 10 jaar NDP-regering, 10 districten zijn in Suriname. Ik denk Koroni is het meest succesvolle district van de afgelopen 10 jaren. Als zij zo tevreden zijn met het beleid dat ze NDP alle 2 zetels geven. Kijk, u weet het, ik heb het eerder gezegd, als er 100 moppen bedacht worden, dan krijgen 99,5% een Koroniaans etiket. Dus kortom, de mij want de corona manik drie. En dit is ook het geval geweest. Hoe komt het dat in haast alle 10 districten de NDP en bestraft is geworden? Maar alleen Koroni heeft de NDP in stand gehouden. En nog een keer, nog een zetel. Beloond. Niet in stand gehouden. In stand is 1-1. Maar ja, het is gewoon beloond. En nog een zetel heeft toebediend. Verklaart u dat voor mij alsjeblieft? Wat zei u? Wilt u dat voor mij verklaren? En daarmee bedoel ik, in 2015 had de NDP 1 zetel en de PALU 1. Dit jaar, in deze in de verkiezingsperiode, hebben ze de NDP die ene weergegeven en nog 1. Dus dat bedoel ik. Ja? Dus beide. Ja, maar dat is duidelijk, dat weet ik. Ik zie dat de NDP alleen in Koroni vooruitgang heeft geboekt. Dus ik denk van, was het beleid van de NDP zo goed voor Koroni? Zijn de Koreanen zo vooruitgaan dat ze denken van, we moeten NDP rijkelijk belonen voor wat zij, voor die welvaart en welzijn dat ze in het district gebracht hebben? Nee, kijk, in een heel vroeg stadium heb ik aangegeven dat Koroni aan een lijntje gehouden wordt. En dat werd niet in dank afgenomen in de media. Men heeft me zodanig bekritiseerd. Maar wanneer u zelf van het district bent en u vertegenwoordigt het district in het hoogste college van staat, dan kunt u wel begrijpen ja, dat Koroni aan lijntje gehouden wordt. Kijkt u, ik denk dat de president Koroni heel goed kent. Hij draagt een warm hart voor het district. Waarom ik dat zeg? Hij bezoekt Koroni vaak. Ja, en ik zeg, een leider, iemand die leiderschap moet geven, moet kunnen zien, ja, dat de cultuur, leefcultuur van de gemeenschap helemaal fout is. En daaraan denk ik dat u dan correctie moet brengen. Maar, wat zagen we? Dingen werd gebracht naar Koroni en kippenteelt, dat teelt. En alles is voor die verkiezingsperiode doodgebloed. Dingen werden niet heel zakelijk preventief aangepakt. Ja, die mensen hadden de discipline niet, ja, om kippen te gaan kweken, om varkens te gaan kweken. Dus een totaal verkeerd vertrekpunt van de president. Dus aan de hand daarvan zeggen, kijkt u, de NDP heeft in feite partijpolitiek gevoerd in Koroni. Ja? Maar niet de totale gemeenschap geholpen. Ik had u eens verteld, denk ik, dat wanneer u de agrarische sector zou aanpakken, heeft u iedereen geholpen. Omdat Koroni een agrarisch district is, een landbouwdistrict. Kijkt u, ik heb keer op keer en zaken aangehaald betreffende de aanvoer van de aanvoerroute van het zwampwater uit de Koroni-zwamp. Is een essentieel begrip. Thans zien wij, u zei dat u eens in Koroni en u draagt een naam van eigen origine, Wins en Isaias. Bijna in alle plantages heb je die Wins en Isaias. Overal kon je zwemmen. Kijkt u, we zijn nu in de grote regentijd. Nu horen we die donderslagen. En uit de volksmond zou door zeggen, na alleen een koti. En geloof me, Koroni is wel de droogste plaats van Suriname. We hebben echt geen regen gezien. Ja? En het is nu aan het afbouwen, de grote regentijd. Wij zullen een enorm probleem hebben. Ik zeg dit omdat ik agrariër ben.
Ik weet precies. Ja, en de toevoer van het zwamwater uit de coronazwam is totaal verstoord. Ja, dat water heeft niet meer de toevoer naar de plantage-irrigatie om die arealen te bevloeien. Ja, zodat de kokoscultuur weer in bloei kan komen. En ik ga verder praten. Stans na de verkiezing zijn we toegewezen op industriewater. Dat want dat a pijpwater. Ja, en na de verkiezing is al gezegd dat iedereen aangesloten zal worden, ja, op de pijp met een meter. Dan zullen mensen hoge rekening gaan betalen. En ze gaan het niet kunnen betalen. En ik zal het moeten zeggen. Men is enorm nonchalant, of men gaat enorm nonchalant hier in Coroni met water. Ja, omdat nou waterdistrict AD. Maar dit is pijpwater. Je moet ervoor betalen. En we hebben dat zwampwater niet meer binnen het bebouwd en het bebouwde kom. Dus we gaan een probleem hebben met wat betreft water, de toevoer van water. Okay, dat is duidelijk. Nee, maar ik wil duidelijk weten. Ik probeer achter te komen wat de NDP zo voor Coroni gedaan heeft, dat zij daar als enige plaats in Suriname beloond zijn. Dat bedoel ik. Wat zijn die ontwikkelingen die gebracht is? Ik bedoel, ook al bent u van de oppositie, hè, Palu, en u mag ook eerlijk zijn, want u bent Coroniaan. Dus u mag ook trots zijn, toch, op verworvenheden, zoals het genoemd wordt, van de NDP in Coroni. Wat hebben ze zo voor jullie gedaan, dat jullie alle twee zetels aan hun geven, en NPS niet, en Palu niet, en VAP niet? Kijk, en voor een politieke partij moet jouw leidinggevende positie niet afhankelijk zijn van verkiezingswinst. Je moet ten alle tijden een verbinding hebben tussen partij en mensen. Ja? En ondanks wij dat niet gezien hebben, hebben die mensen de NDP bij de zetel gegeven. Omdat, ik ga u zeggen, misschien moet ik dat en zo doen. Ik bevond me bij een van die stembureaus dichtbij het was de Tata Colin School. En aan de overkant heb je een voetbalveld, Letitia Friese Sport voetbalveld. En een jong meisje van nog geen, want ze is nog niet op school, in Coroni kent iedereen elkaar, misschien nog geen 5 jaar. En ze liep naar haar oma, want ik bevond me in datzelfde gesprek, in een gezelschap. En ze vroeg de aandacht van die oma. Oma, kijk, een helikopter is daar gezakt. Ja, op het voetbalveld. Een meneer met een tas met geld. Oma, veel geld. Maar dit wisten we al. Dat was op de bewuste verkiezingsdag. En ik ga ook namen noemen. Het was Abraham die naar Coroni was geweest. Ja, met een koffer met geld. En de dag van tevoren was het Abdul Gafur, ik wacht het om namen te noemen, omdat ik het kan staven, die in het oosten van in de Coroni bezig was om dollars uit te geven aan mensen. Ja? En op die bewuste verkiezingsdag, 2 prominente Coronianen die een appartement gehuurd hadden, en ze hadden lijfwacht en wachters geplaatst, security, voor dat appartement en achter dat appartement. Omdat ze vanuit de stad kwamen met een koffer met geld. Dus die 2 zetels zijn gekocht. In Paramaribo moet plus minus 7.000-6.000 men op jou stemmen om een zetel in de wacht te sliepen. Maar Coroni met 1700 kiesgerechtigden. Meneer SRS, met 500 stemmen. Ze hebben 900 zoveel stemmen in de wacht gesleept. Als je de kiezersdeling zou verdelen in 2, hebben ze dan beide zetel in de wacht gesleept, ja. Dus de man denkt dat voorbij zetel is. Kijk u, mijn hart bloed om het te zeggen, ja. Men heeft enorm veel geld gestopt in de verkiezing in Coroni. En het verbaast me niet, omdat bij de laatste vergadering liep een collega naar mij toe, een collega van mij, en ik ga de naam ook noemen, ja, Coutinho. En ze vroeg mij, Gonsalves, hoe is het gesteld in Coroni? En ik zei daar, omdat jullie die ene zetel al hebben, kom je me dat vragen. En ze zei me, wat? 1 zetel? Ik zeg ja,
Die andere is van Palu en Palu moet haar zetels verdedigen. Toen zei ze me, op de verkiezingsdag gaat u versteld staan. We gaan dingen doen, u gaat versteld staan. En dit is wat ik u net verteld heb. Een andere verkiezing, bijna, wil ik niet meer bemoeien met de politiek. Ja, dat wat ik gezien heb. En Bo en Brunswijk heeft een app ingesproken dat hij naar Coroni komt met een koffer met geld. En dat heeft hij ook gedaan. Ja, geland met met twee helikopters. Abraham met eentje, Bo en Brunswijk met eentje. Beide met koffers in hun handen. Daarvoor de maakmotor, die de maakmotor naar helikopter, dat hij Bressa de inschrijving. Maar iedereen dacht dat die twee mensen en vijanden zijn van elkaar. Dus meneer Isaias. Ik ben meneer Pinas. Ik ben Pinas. En meneer Pinas. Ik vergis me altijd. Ja, sorry. Nee, ik heb Isaias naar Coroni, dus je hoort die naam vaker. Ja, dus. Ja. Nee, ja, maar meneer Gonzalves, zijn Coronianen zo makkelijk om te kopen? Ik ga die dingen moeten zeggen. Ja! Want als 90% van de arbeidsklasse nu in overheidsdienst zit, is het een totaal scheefgroei voor de economie van het district. Het is niet bevorderlijk voor de economie van het district. En op die bewuste en verkiezingsdag, ik kwam daar om te stemmen, en ik zag al langer iedereen in het paars. Ik zeg, wat? En aangezien iedereen elkaar kent in Coroni, het waren allemaal die nieuwe arbeiders die nog geen maand voor de verkiezing in dienst waren genomen. Met opdracht moesten ze daar zijn in de rij. Ze werden begeleid om te gaan stemmen. Dus die mensen denken, nou als ik niet op de NDP stem, en dan ga ik sowieso naar huis. Ja, ja? Maar u bent DNA-lid, hè? Dus alles wat u hier zegt wordt opgenomen en komt worldwide bij mensen terecht. Dus u zegt dat u Abrahams in Coroni gezien hebt in een helikopter met geld en dat die Coronianen gewoon omkochten om voor NDP te stemmen. Kijk, als een collega van mij, Brunswijk, die partijleider is van de ABOM, dat kon doen, een app inspreken en aangeven. Coronman, u stand by. Bravo ekong a Coroni. Bravo ekong. En bravo ekong na wang koffer na nga money. Waarom zou Abraham dat niet wel kunnen doen? Waarom zou Abdul Ghafoor een dag van tevoren niet met een koffer met dollars komen? Ik zeg het u, ik kan het staven. Het is riskant om iets te zeggen die jij niet kan overtuigen. Nee, dat is waar. Oké. Ja. Wat zegt dit over de Coroniaan dan? Ik bedoel, je neemt een keer een misschien $100, maar dan zit je wel 5 jaar met een soort onbehagelijk gevoel, denk ik dan. Kijk u, iemand zei me eens iets, ook een Coroniaan, een heel knappe vent, en Humphrey Bent, hij zit in de organisatie KES. Om mensen op te leiden. Ja? En ik vroeg hem eens, Metter, hoe denkt u een bijdrage te komen geven in uw district Coroni? En hij zei me, nee, dat ga ik niet doen. Ik lever een bijdrage alleen in de stad. Het is zo moeilijk. In Coroni is het proto-product achtergebleven. Dus in de landen mensen mij niet verkeerd begrepen. Dus bijna kan taki ifi pura a-alisi. Uit Napadi is dat kaf overgebleven. En ik noem die mensen geen kaf, maar u kunt wel begrijpen, met die kaf kan je echt niet veel doen. Het wordt ook niet gebruikt voor een varkensvoer, nog veevoer. Want Alice en een reiskorrel moeten naar Ini. Ik vind het jammer. Kijkt u met die mensen die laatst in dienst zijn genomen, wilt u geloven dat kinderen, studenten, van de middelbare school ook erin zitten. Mensen van UMEO, mensen van de HAVO. Ja, omdat die mensen willen gaan werken. Maar gun de mensen om verder te studeren. Ja, en als ze niet verder studeert, ik had het ook gezegd,
dat de doorsnee Surinamer niet hooggeschoold is. Bijna de man zit in media bakken. Ja, oké, je gaat ook bijval van anderen die aangeven. Ja, maar er is nooit een studie geweest of het zo is of niet. Oh, ja, maar als een Turoniaan iets zegt, dan word je zodanig bekritiseerd. Ik kon wel bijval van anderen krijgen die aangaven. Ja, er is nooit een studie daarover gemaakt. Dus wij moeten die man niet bekritiseren. Laten we nagaan hoe het gesteld is. Dus geef de jeugd, de jeugdigen, de studenten de gelegenheid om verder te studeren. Ja, zodat we een ander product in het district kunnen krijgen. Maar noteer deze maar Alanti, wetende dat IMF, IDB jou al erop gewezen had van jouw apparaat is te log. Ja, je moet saneren. Maar om een verkiezing te winnen, dan begreep je het wel. Wat gaat gebeuren dat men het gewoon doet? Men zegt wel eens, ik zeg het niet hoor, ik heb het gehoord, de man dat coronman doen. Nee, kijk, ik word ook geplaagd door mijn collega's met al die karikaturen, dit en dat. Ik zeg, stuur ze maar voor mij. Ja, ik verzamel ze. Ja, het maakt me, ik amuseer me ermee. Ja, en je gooit toch geen stokken in een boom die geen vruchten draagt. Dat want dat je Shuan Sanina in coroni. In corona met je tak en zo. En ik vermeld ook nog erbij. In de tijd, ook moeilijke tijden, toen corona de naam droeg van de agrarische schuur van Suriname. Corona verzorgde Paramaribo met landbouwproducten. Wanneer familieleden naar corona toogden, ik ga naar tante, ik ga naar neef, kreeg je van alles. Er is een gezegde dat aanduidt, in een veen kijkt men naar geen turfje. Waar overvloed van het een of ander is, kan je wel eens iets missen. Nyang nobeman keer uno. De productie was toen de tijd hoog. Dus wanneer die mensen naar corona kwamen, kregen ze dat. Thans komen ze naar corona niet eens met een pak brood om hun familie te bezoeken. Ja? En toen, wanneer ze terugtoogden, dan in plaats dat ze zeggen, hé, dit is maar boete in door, hè? Maar wat zei je, dit is maar dom. Wie zou jou olie, rijst, dit, dat geven in Paramaribo? Ja? Alleen in een regio waar er overvloed ervan is. Dus ik zeg ze ook, kijk, ga langs in de koffiekamer. Daar heb je een gang in DNA. Kijk naar al die gewezen parlementariërs en parlementsvoorzitter. Drie coronianen zitten erbij. Coronian op hoge posten, op alle plaatsen. Maar, je weet het, in Suriname is het zo gesteld, als er iets gezegd wordt, wordt het à la dol meegenomen. We zeggen toch ook, die Chinese wat gaan met Nat Milong. Terwijl als water daar gaat, kijk wat met u gaat gebeuren. Men denkt niet even na en men zegt het na. Dus dat ze dat zeggen van corona, ja, is simpel. Ja, u bent niet eens als ze dat zeggen, dat Koronman aan het doen zit, Srapusma. Ik probeer woorden te zoeken, hè. Dat Mino beledigd was, maar. Nee, omdat het niet zo is. Omdat het niet zo is. We zijn altijd hardwerkende mensen geweest. En het is de politiek die vandaag ervoor gezorgd heeft dat wij bergafwaarts gaan. Wij zijn altijd hardwerkende mensen geweest in corona. Ja? Ik waag het te zeggen, naar politiek voor corona. Want we hadden geen overheidswerk vroeger nodig. Iedereen deed aan landbouw. De productie was in overvloed. Ja, we konden andere familieleden of ene mensen buiten corona en voedselen met dit en dat. Meneer González, bent u dichter? Want als u praat, dan is het bijna een lust om naar u te luisteren. Iona dichter nog? Nee, kijk, je zit met die dingen. Je zit met die dingen. Vooral de toevoer van water. Kijk, ik heb een journalist vroeg mij toen ik dat ding zei. Meneer González, dus u gaat uw jas en uw das prijsgeven om weer in zon en regen te gaan? Ik zeg ja, maar niet op een primitieve manier. Ja, ik ga dingen niet meer handmatig gaan doen. Kijk, het gaat niet om persoonsverbeelding. In de afgelopen 2 maanden... nadat ik DNA af ben, of niet helemaal, heb ik al 100 kilo zuurzak en een pulp geleverd.
Ja? En ik zou graag willen hebben dat iedereen dat doet. Zodat wij weer de naam en kunnen dragen van de agrarische schuur van Suriname. Huh? Kijkt u, ik woon in de straat van Gustave Limon. Gustave Limonstraat. En ik ben zo trots omdat hij een Coroniaan geweest is. Hij is hier op het commissariaat gewerkt. En toen hij met pensioen zou gaan, had hij eens iets gezegd. En ik wil het u citeren. Coroni wordt wakker. Chinezen bestormen uw land. Zij voeren de handel en vormen kapitaal. Eerstijds kochten zij uw olie. Thans beheren zij de monopolie. Coroni wordt wakker. Let op uw akker. Zij komen en verkopen. Let wel dat gij niet steeds maar blijft kopen. Vandaag de dag zijn wij de consument geworden. Grote supermarkten in Coroni. We hadden maar 5 in de provisiewinkels. Dan zijn het grote supermarkten geworden van Chinezen. We kopen en kopen en kopen en blijven maar kopen. We hebben geen leiders die ons kan zeggen, in jeb apatu. Dat wat in de pot gaat, hoeft u niet te kopen. Je hoeft niet alles te kopen. Ja? Jeb apatu, pran, hou een tuintje op je achtererf. Als we dat doen, is het leed niet zo zwaar. Maar als we om alles naar de winkel moeten gaan. Kijk, ik zou vandaag naar de winkel gaan, maar dan moet je in een rij gaan staan om het tapje en de rok. Alleen achter tralies verkoopt hij. Huh? En niemand houdt rekening met afstand of dit of dat. Huh? Nee, ik begrijp het. Nee, maar ik zei het al, ik vind dat u dichter... Had u net gelezen of zegt u uit het hoofd de citaat van meneer Gustave Limon? Wie was meneer Gustave Limon? Amaburko gewoon naar commissariaat en aan de hand daarvan, hij had een kantoorfunctie en een hele straat is naar hem vernoemd. Nee, maar kijk, u hebt sommige mensen hè, die aanleg hebben. Kijk, in feite zou ik nooit in het parlement terecht moeten komen. Ik zou een landbouwleraar eigenlijk moeten zijn. Want toen ik nog op school zat, hadden we nog de landbouwschool. En een keer een landbouwleraar, een zekere Onfrits Boldewijn, hij gaf landbouw op al die 4 scholen in Coroni. En die man moest zich op de fiets verplaatsen. En als hij van de ene school naar die andere ging, dan gaf hij ons opdracht. Doe dit, bijvoorbeeld Potiki Jiko's Banti. En sommige leerlingen vroegen, Onfrits, hoe moeten we dat doen? Dan zei hij altijd, kijken jullie naar Gonsalves. Dus in feite zag die man al op school dat ik landbouwaanleg had. Ja? Maar soms zijn we in een verkeerde richting. Als die landbouwscholen nog steeds op school gegeven zou worden, dan zat ik in mijn straatje. Ja? Dan ga ik regelrecht een opleiding waarvoor ik bestemd ben, waar ik aanleg hebt. Ja, dus eigenlijk een soort fout. Die is daar, dat is daar. Ik wil Amand de Drape, Amand dat BMD monteur, Amand dat BMD en de boekhouder, maar we zijn allemaal verkeerd. In een verkeerde richting. Waarom heb je niet gepleit dan, toen je daar zit, waar werd gemaakt? Waarom heb je niet gepleit voor een landbouwschool in het district dat zich de agrarische schuur van Suriname waant? Kijkt u. Ik denk dat ik u dat al gezegd heb. Als je eenmaal in de oppositiebanken beland bent, dan wordt er helemaal niet naar jou geluisterd. Ik heb vanmorgen geappt met een collega die van de coalitie. En ik vroeg hem, wat heeft gemaakt ja, dat jullie een nederlaag geleden? En hij zei me, en ik kon zelfs, je hebt toch die wetten meegemaakt. Wetten dat niet van belang waren. Wetten die geen prioriteit hadden. En ook nog strubbelingen binnen partijleden. En u heeft het ook meegemaakt onder DNA-kandidaten en DNA-leden. Die wil op de lijst, dat wil op de lijst. Dus het algemeen belang staat niet voor bij politici. Ja? Men kijkt meer naar hun eigen belang. Dus dat heeft gemaakt dat en als je eenmaal in de oppositiebanken belandt, heeft men geen open oor voor jou. Ik zeg het, ik heb getimmerd en getimmerd op de toevoerroute van het zwampwater. Ja? Want als dat het geval is, heeft iedereen geholpen. Ja?
De coronieswamp is van essentieel belang voor de coronie. Maar niemand maakt zich druk. Ja, we komen ten einde van de grote regentijd. Bijzonder weinig regen. Het trekt niemands aandacht. Niemands aandacht. Het is moeilijk. Ja, ik weet het niet. Ik vind het... Ik blijf erbij. Ik bedoel, de coroniezaal. Kijk, naast u zit Nikeri. Welvarend district. Ja. En aan de andere kant, ik denk linkerkant, zit ook een ander district waar het heel goed gaat. Saramaka. Waarom hebben jullie het alleen maar moeilijk daar in Koroni en Nikeri? Want jullie buurman het zo goed doen. Nikeri doet het goed. Saramaka doet het goed. En, moeilijk nou? Nee, anders moet ik mijn eigen mensen zodanig gaan verweten. Mm-hmm. Ja, want er zal heel veel gedaan moeten worden met de triose volk. Ja. Er zal heel veel gedaan moeten worden met het triose volk. Ja, u noemt in het district het oosten van Koroni, mm-hmm. in die Spanen. U noemt Nikeri, het westen van Koroni. Ja. In die Spanen. Ja? Die mensen, bijna wil ik zeggen, die denken, deze maat is zoeken, deze maat is zoeken die wam tien die nog geboren is. Terwijl wij aan een 18-jarige, moet zeggen, moet je niet uit het ouderlijk huis, jongen. Huh? Ga je eigen leven leiden. Ja? Dus, nu al hebben we een totale schiefgroei in Koroni. Ten meer met die 90% en de slans dienaren. Ja? Uit de werkende klasse. Gelooft u me, sedert na de verkiezing, alleen die nieuwe arbeiders gaan aan het werk. Die anderen gaan helemaal te meer met en, die COVID-maatregelen en noem maar op, noem maar op. Ja? In feite worden mensen gewoon naar huis gestuurd, want er is geen werk. Meneer Tinas, ik denk dat u precies weet wat ik zou willen zeggen. Maar deze aan die zee, die voetakkie. Nou, nee, meneer Gonsalves, u bent parlementariër. U wordt betaald om te praten, dus niet iedereen gaat eens zijn met u, maar daar krijgt u ook een salaris voor. Dus u mag alles zeggen. Niet iedereen hoeft eens te zijn, toch, met u? Ja, is waar. Ja, kijk, het zijn de heel kleine, eenvoudige dingen die ons tot verdere hoogte moet brengen. Ik heb geen geest van slavernij gekregen. Ja, ik ben 63 jaar oud. Slavernij heb ik niet meegemaakt. En hoe kan ik begrijpen dat ik de handen uit de mouw moet steken? En anderen niet. Kijk, in heel de wereld. In heel de wereld wordt er thans geprotesteerd tegen racisme. En ik vind het zo leuk dat ook blanken gaan protesteren tegen racisme. Ja, heel spontaan vind ik dat. Tegen wie? Dat we moeten sabi toch dat we iets moeten doen. Ja? Aan ons doen en laten. We moeten niet afhankelijk blijven. We moeten trachten om zelfstandige mensen te zijn in welke gemeenschap dan ook. Ik heb een mooie zin gehoord, Emile, was in dat die Itagi, niet etnisch bezig hoor, maar als Hindustanen werken, dan werken ze voor een kind dat helemaal nog niet geboren is. En bij de Kriolen is het juist van dat kind van 18 moeten ze nog stimuleren om iets te gaan doen. Bedoelt u dat? Ja, om het thuis te gaan. Terwijl je dat kind in een heel vroege stadium moet leren, om zelfstandig te gaan opereren. Meneer Pines, we moeten nu een offer gaan brengen. Ja, we hebben een enorme grote achterstand. Nu moeten we de handen uit de mouw gaan steken. Ja? Dan zie ik dat kinderen niet meer met ouders samenwerken. Terwijl als je in dat wat thuis gedaan moet worden, het dagelijks werk, ja, dat kinderen ingezet worden. Ik zie het ook, aangezien en de scholen gesloten zijn, zijn twee kleinzonen van mij in Koroni. Ze wonen in de stad. Wanneer Pinas Efficie Sademboy kan doen, 13, 14-jarige jongens.
Ze pakken aan, maar als je ze niet leert, hier die dingen aan de cel niet de anu. Je stimuleert ze niet. Ga je deze dingen krijgen? We hebben een enorme achterstand. En we moeten een offer gaan brengen. Deze achterstand, DJ, moet je een offer gaan brengen. En ik blijf het zeggen, het zijn de heel kleine, eenvoudige dingen die ons tot verdere hoogte moet brengen. Maar, ik weet het niet hoor. Misschien dat je in moet voeren. We gaan het hierbij laten. En nog een vraag, laatste vraag was meer rond af. Wat moet er nu gebeuren met de Koroniaan? Tak Dima, dat ze, ik wil niet zeggen, op gelijke level staan met de rest van Suriname. Want dat is, als ik dit gesprek analyseer, dan lijkt het alsof Koronianen en het district Koronian achterstand hebben. Ja, het is eenmaal zo dat we achterstand hebben. En Nogosukufu pot afvolk kon gelijk met een stedeling. Kijk en waar we sterk staan. En waarmee we sterk staan. Waar staan we sterk? De bodemgesteldheid is meegenomen met kokos. Daarom droeg Koroni de naam van het kokosdistrict. En nog steeds. Dat want dat je akronto erro terwijl je go praning afoto. Als je kasnea o boroding. Je ziet die gangen aan die kokosstammen buiten Koroni. Maar de bodemgesteldheid is weer anders in Koroni. Dus stimuleer ze alle de lantie, maar in feite, als ik het voor het zeggen had, deze mensen zullen op de een of andere manier weer naar huis gestuurd moeten worden. Maar transformeer ze in de agrarische sector. We hebben een enorm groot stuk land buiten het bebouwde kom, dat is het Koppenaamgebied. Go op een landbouwprojecten drapen. Voor aloe vera, voor maracuja, voor citrus, voor dragon fruit. Stel ze daar te werk. Laat ze daar werken zoals het bij Yarikaba gesteld is. Laat ze meer gaan verdienen. Laat ze duidelijk weten dat de landbouw bijzonder veel voordeel heeft. In een maandje moet je nooit. Terwijl als je een droog zou hebben die overheidsdiensten in de administratie. Maar als je landbouwer bent, heb je elke dag geld. Ik kan erover praten omdat ik het meemaak. Dus laat men projecten gaan openen, landbouwprojecten. De plaatsen zijn er, we hebben toch ronde binnen het Koppenaamboezem. Ja? Dan hoeven die mensen toch niet naar huis gestuurd worden. Want dat zal gaan gebeuren. Want nu en zegt ze aan Toki, hoe gaan wij deze mensen moeten betalen? Er is geen geld. Wel lokaal geld, maar lokaal geld, ja, in Drainangen. Dat moet gaan gebeuren. Dus laat men landbouwprojecten openen in Koroni, hier in Koroni zelf. Want die mensen van Yarikaba klagen toch niet? Ze leven toch? Hun levensstandaard is toch veel hoger dan dat van de Koroniaan. Ze zijn toch niet afhankelijk? Nee. Binnen Kiraan ook niet hoor. Ja. We gaan het hierbij laten, meneer González. Ik wil u bedanken. Bestaat Bakada nog? Bakada heet het toch? Waar jullie zwemmen? Was hij soms? Koroni? Ja, kijkt u normaliter. Kent u Bakada? Wanneer het groter. Kijkt u wanneer het grote regentijd is, dan hebben ze twee spielwiel gebouwd aan de monding van de Koroni-swamp. Ja, en die en het zijn twee spiel met een bepaalde hoe zou ik het moeten noemen? Dat water wordt in de Koroni-swamp gehouden tot een bepaalde hoogte. Pas wanneer het boven de vastgestelde en hoogte is van die speelwiel, dan wordt het overgeheven naar het hoofdkanaal. En daar aangekomen, dan gaat het naar alle plantage irrigatie, voordat het naar de Eswarinezone aankomt, dus naar de kust. Ja, waardoor alle plantage irrigatie bevloeid kan worden. Maar dat water in de Koroni-swam heeft die hoogte nog niet bereikt. Ik ga daar en vaak daar, want daar heb ik mijn bakadang. Dus daar waar ik plan, dan ben ik gelukkig over de oude in de Koroni-swamp.
In feite moet er nog 1 meter water in de Koroni-zwam vallen, regenwater, voordat het de hoogte bereikt heeft om overgeheven te worden bij deze Egoswing. Want... Ja, daar wil ik met u hebben om af te sluiten. Ja, ja, ja. Ja, vooral in deze periode. Dat jullie de mij gaan chillen, de mij gaan swingen. Alles aan de mij draai pokoe. Wagens op wagen, je vraagt zelf af. En wat hebben ze daar in die Bakadang? Ja, dichtbij de monding van de Koroni-zwam. Men gaat chillen, men gaat zich amuseren, men gaat zwemmen. Dat water is niet eens, heeft niet eens in de hoogte bereikt om overgeheven te worden in het hoofdkanaal. Om die arealen te bevloeien. Dus dat bedoel ik. Men moet eigenlijk, ik heb ook nog gehamerd, dat er een studie gemaakt moet worden per awatra uit de Koroni-zwam is verdwenen. En een collega zei me, ja, nadat ik het aangehaald heb, consensus, ik vermoed, sedert staatsolie in de Koroni-zwam geweest is, voor onderzoek, ja, hebben ze ander waterwegen gemaakt, waardoor dat water naar andere gebieden gaat. En we weten, en Nikeri is steeds bezig nieuwe arealen aan te leggen voor hun raceareaal, voor de racebouw. Dus per awatregel wil ik niet zeggen. Ik denk dat er een studie gemaakt moet worden, zodat men definitief kan aangeven waar dat water naartoe gaat. Plotseling geen water meer. Kijkt u overal, al die goten, die trends in Koroni. Belt u met iemand anders, dan gaat u het horen. Keurig droog, keurig droog. Dan zitten we nog in de grote regentijd. Grote regentijd die nu aan het afbouwen is. Dat wil zeggen normaliter à la Gotrospangling Koroni. Thans geen druppel water. Moeilijk. Oké, ik zou je bijna willen adviseren of ik was Juan Chinzo naar Bakada, maar u gaat niet, hè? Of als vijf takje over Bakada. U zwem niet daar. Juan Kora had die toch? Nergens. Nergens en nogmaals nergens. Belt u met iemand en als dat niet het geval was bij Jutapal, de monding van de Koroni-zwam, dan was het Beurensite. Ja? Waar men nog kon gaan zwemmen. Vraag ze of ze daar kunnen zwemmen. Vraag ze of ze hier bij Jutapal, bij de... In de monding van de Koroni-zwam kunnen gaan zwemmen. Nergens en nogmaals nergens is er betrouwbaar zwart water. Dus Koronianen zwemmen voorlopig niet? De hele tijd niet? Dan moet je naar Parima gaan. Ze hebben geen zwembad ook in Koroni, hè? Nee. Okay. Ook niet. Een particulier zou er mee beginnen. Mm-hmm. Maar die Amalukutaki om industriewater te gaan gebruiken. Meneer Gonzalves, ik denk dat ik nog een paar gesprekken met u moet voeren. Hoe moeten de kinderen leren zwemmen dan als het geen zwembad is? Dat is heel gevaarlijk. Hoe leren ze zwemmen dan? Kijkt u, ik kan uw vraag begrijpen omdat de wereld uit 72% water bestaat en 28% land. Dus sowieso zou je moeten kunnen zwemmen. Ja, maar het zijn deze dingen, meneer Pinas. Ja, al deze dingen heb ik aangehaald. Want het zijn dingen... En ik weet niet of je zou begrijpen wat Fidri inhoudt. TSU in de Mijnak Fidri. Huh? Nee, ik weet niet. Maar het zou wel iets goed zijn, denk ik. Het is een soort spel. Maar het is een heel gevaarlijk spel. Men duikt en plotseling... En dan krijg je een been in de lucht. Valt in het water en als je van dichtbij bent, kan het je zodanig raken dat je misschien niet meer naar boven komt. Het zijn heel gevaarlijke spelletjes. Maar ja, en niemand is er van dood gegaan, gelukkig nooit. Ongeluk dat. Ja. Nee, maar het is raar. Ik Nikeri heeft 4 zwembaden, denk ik. En Saramaka 2 of 3. En Koroni, een heel district zonder zwembad. Er zijn kleine zonder dingen. Zwembad. Ja, oké. Okay. We gaan voor nog 5. Zal ik zeggen. Ja, dus dat zeg ik. Koroni wordt aan een lijntje gehouden. En het jammerlijke is dat men dat niet kan inzien. En Minoan Trobinangasma in het parlement heb ik deze dingen aangehaald. Bijna Minoan Takding buiten het parlement. Ja, ik zwijg liever en ik doe. En dat wat ik doe, is wat ik beloofd had om dingen te gaan doen. If they want to take in, they take in, dan zie je dat het kan. Het kan in Koroni. Alleen moet men de handen uit de mouw gaan steken. Ik ga pleiten voor een nationaal algemeen zwembad voor alle Koroniaanse kinderen.
van de basisschool? Niet anders. En ik ga u één ding zeggen, meneer Pinas. Wanneer beleidsmaker naar Coroni komen, dan vragen ze wat moet voor Coroni gedaan worden. Wat op het planbureau staat alles. De politiek Paramaribo weet precies wat Coroni nodig heeft. Men weet precies wat Coroni nodig heeft. Maar men komt zogenaamd, wat moeten we voor Coroni doen? Men weet precies dat de mensen het discipline niet hebben om nog varkens, nog vee, nog te gaan planten. En je moet die mensen dat gaan aanleren. Ja? Kijk maar naar de reiswoud die toen de tijd floreerde. Dus ze hadden de discipline niet om om te gaan met enorm veel geld. Het is niet die bevolkingslandbouw dat niet gepaard ging met enorm veel financiën. Een filiaalhouder van de landbouwbank heeft al die boeren in een zodanige schuldenlast gebracht. Omdat hij weet, die mannen kunnen niet omgaan met een kasboek om een kasboek op te stellen. Hij heeft misbruik van die mensen gemaakt. Thans is de hele sector kapot gegaan. Al die boeren zitten met grote schulden. We hebben maar één boer die hier rijst teelt. Alleen omdat die man beschikt over een machinepark en vliegtuigen voor alles. Ja? Maar waarom niet te gaan beginnen met rijst? En je gaat één keer over de kop. Is het afgelopen met u? Duidelijk. Het is niet mooi het beeld wat u schetst van Coroni. Dat weet u ook, toch? Echt niet. Daarom, met gemengde gevoelens, ja, hou ik dit gesprek met u. Echt, het doet me pijn. Want ik zie de ondergang van mijn district. Ja, vooral datgene wat ik u zei over dat en die kleuter. Ja, wat zij zelf meegemaakt heeft. Een kind dat nog geen 5 jaar is, rent naar de oma toe. Oma. Een meneer met een tas met geld, veel geld, zit aan mensen te geven. Dit is dit beleid? Dit is geen beleid. Nee, het is ook triest om te horen dat Paramaribo Coroni steeds aan het lijntje houdt. Maar ik denk, ja, als iemand u 10 jaar aan het lijntje heeft gehouden en toch nog beloond met 2 zetels, dan ligt dat ook aan de Coronianen, hoor, meneer González. Aan niemand anders, want ik kreeg zoveel app. Ja, en waar mijn Coroni zodanig gedegradeerd heeft. Wat gebeurt er met jullie daar in Coroni? En hebben die mensen het zo goed dat ze dit niet kunnen begrijpen? Huh? Die vraag heb ik ook gesteld. Ik stel voor dat wij vaker gaan praten over corona. Misschien dat mensen wakker gaan worden als u vaker praat. U moet blijven praten vooral voor het district. Want u hebt het hart op de juiste plek. Ja, en ik merk ook dat sinds 1949, toen Suriname naar de stembus mag gaan, dat geen enkel Coroniaan of gewezen parlementariër in het district blijft. In feite word je weggejaagd. Maar deze Coroniaan, dat heb ik altijd gezegd, Coroni ga ik niet verlaten met Taledja. En u zult ook van mij horen, want ik ga ervan uit dat u ook vrienden mag hebben, zal hebben in Coroni. Ja. Als u hun over mij vraagt, gaat u horen, Amangomik wa osso tino wa mbakadang. Ik wil me op de een of andere manier ook zo'n beetje afzonderen van de plaatselijke gemeenschap. En op een afstand mensen laten zien wat mijn bijdrage in het district is. En dat is wat ik beloofd had. U gaat die telefoon wel behouden, hè? Dat ik af en toe met u bel. Ja. Okay. Anders had ik u mij niet gehouden aan die afspraak u mij gisteren belde. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb u gisteren gebeld en toen zat u met lockdown en alles. Ik dank u wel voor dit moment en ik spreek heel goed, meneer González del Ponte. Dat is de naam, hè? Cleon. Ik dank u, want ik weet niet of u mij eerder in gesproken had. En ik had ook positieve reacties. Een zusje van mij belde nog en van
En mensen complimenteren jou hier in Nederland. Oh ja, dus ik was het hoor. Ik heb je vaker gesproken. En, ja. En nu ja. Ik zal alle complimentjes niet lezen hoor, maar echte Coroniaan hoor ik hier. Mooi gesprek, top. Man ja. Met hart op de juiste plek. Ze moeten ophouden om Coroni voor de gek te houden. Ik ben ook Coroniaan, ik steun deze man. Zijn te veel, ik ben niet van complimenten. Maar ik dank u voor dit moment en ik spreek u heel goed, meneer. Ja, dank u wel. Dat was parlementariër van Palu namens het district Coroni, de heer Cleon Gonçalves del Jardín del Ponte. En is Suriname hoor. En Coroniaan. Met zo'n lange naam vraag je af dan. Het is live. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.